Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Leuk dat je er weer bent. Ik heb een voornemen en die ga ik vandaag ook meteen in de praktijk brengen. En dat is om af en toe even te reflecteren op een sessie. Als ik merk dat het een soort van universeel onderwerp is waar heel veel mensen wat aan kunnen helpen. En om dan meteen eigenlijk de inzichten ook met jou te gaan delen. Ik pak ook even mijn boekje erbij. Ik schrijf altijd heel veel tijdens de sessies. En ja, dat helpt ook heel veel mensen omdat ik vaak letterlijk opschrijf wat zij mij vertellen en daar vragen over gaan stellen. En vandaag had ik een klant bij mij die meedoet met mijn levensplan en ook een gezondere en bewustere levensstijl wil hebben. En in dat geval merk je dat dat vaak niet zo vlekkeloos verloopt. En dat komt onder andere door ons brein, hoe ons brein werkt. Dus nou ja, daar kom ik nog wel een keertje op. Maar in dit geval wil ik het even over hebben dat je vaak verschillende kanten in jezelf hebt. Die klant van mij vertelde dat ze een snaaier in zich heeft, dus haar innerlijke snaaier, en dat ze ook een fitte kant in zichzelf heeft. Maar dat haar snaaier zo dominant is en zo dwingend, die hoort ze goed en die blijft haar eigenlijk maar zeggen van neem lekker dat gebakje, neem lekker dat. Het is moeilijk om die te weerstaan. Wij zijn samen, ze gaat ook een plan maken voor haar gezondheid en dan ga ik ook de mensen die meedoen in de levensplangroep mee helpen. Maar ik heb haar ondersteund door een voice dialogue sessie te doen. Daar heb ik ook al heel veel meer over verteld in de video's, dus daar ga ik even niet over uitweiden wat het is. Als je dat wil weten, dan nou ja, kijk even bij mijn video's. Maar ze zei van, ik heb dus die snaaier in mij en soms wil ik die aan de kant schrijven of uit mijn bus gooien. Maar zo werkt dat niet. Je kunt überhaupt die kant niet uit jezelf verwijderen. Maar het gaat erom dat je die kant op de een of andere manier probeert maar voor je te zien. Probeer maar voor te zien als een bus waar al jouw persoonlijkheidskanten in zitten. Jij zit als het goed is aan het stuur van de bus. En jouw innerlijke snaaier, of die van die vrouw, die zit bijvoorbeeld naast haar. Die kant van haar, die hoort ze natuurlijk veel beter dan bijvoorbeeld ze zegt, ik heb ook een fitte kant in mij. Alleen die zit achter in de bus. Dus die stem van die fitte kant, en ik weet hoe raar dat klinkt, die hoort ze gewoon minder goed. Die heeft veel minder effect op haar. Die stuurt haar veel minder. Dus ik ben eerst eens met haar in gesprek gegaan met haar innerlijke snaaier. Om te achterhalen van waarom is dat zo'n kant van haar die haar zo stuurt in haar leven en die zo belangrijk is voor haar. We kwamen erachter dat haar innerlijke snaaier vroeger op de basisschool is gekomen op het moment dat haar ouders bijna nooit thuis waren, want die waren aan het werk. Dus als ze thuis kwam, dan miste ze haar ouders en dan nam ze iets lekkers en dan voelde ze zich beter en voelde ze zich fijner en ja, het gaf gewoon een goed gevoel. Maar ook heeft die kant van haar geholpen bij lastige en moeilijke momenten in haar leven. Zoals een verkering die uitging of dingen die tegenzaten op school of thuis. En doordat ze wat lekkers nam, voelde ze zich weer beter en comfortabel en getroost. En die kant van haar die is nog steeds heel sterk aanwezig. Ook al zijn allerlei dingen in haar leven al lang veranderd. Op een gegeven moment vroeg ik aan haar van, er is natuurlijk nog een kant van jou en die wil graag dat jij fit en gezond bent. Die wil graag dat je zo lang mogelijk leeft en ook energie hebt, ook voor je kinderen. En die zit natuurlijk ook in je bus. Ja, zegt ze, maar die zit ver achter in mijn bus. Dus als die al wat te zeggen heeft, of als die jou al wil helpen, dan is die stem natuurlijk veel moeilijker om te horen. Dus op een gegeven moment zijn we samen in gesprek gegaan met haar fitte kant. Nou, dat zal ik je even niet helemaal vertellen. Want wat er eigenlijk uitkwam, zegt ze, het voelt nu als een gevecht van of die snaaier of de fitte kant. En zo zwart-wit, zoals zij dat noemde, hoeft het helemaal niet te zijn. Het gaat er namelijk om dat je ook leert, moet ik zeggen, de behoefte te herkennen die innerlijke snaaier heeft, om het zo te zeggen. Nou, ja, dat is een beetje een rare zin om te zeggen, maar ik ben aan het bladeren en ondertussen wil ik praten en dat werkt natuurlijk niet zo goed. Een vraag die je bijvoorbeeld kunt stellen is, wat is de reden dat ik nu wat wil eten? En toen vroeg ik aan haar, wat is dan de reden dat je graag iets zoets wil eten of iets wil snacken? Ja, zei ze, verveling. Verveling is er bijvoorbeeld eentje, maar ook honger, zei ze. En dat legt dus eigenlijk, die vraag legt behoefte bloot. En dan is het op een gegeven moment de bedoeling dat je met je bewuste ego, zoals ze dat noemen, dat je gaat denken, oké, dus de reden is dat ik een behoefte heb aan bijvoorbeeld honger. Dus ga ik die vervullen door een gebakje te nemen? Of ga ik iets voedzaams nemen? En ze vertelde ook verveling. Dus hoe ga je die oplossen?
En op een gegeven moment zei ze ook, ja, maar soms heb ik er gewoon zin in. En dan weet ik, kan ik niet zo heel goed de achterliggende behoefte bepalen. Of misschien is dat gewoon plezier. Maar dat kan er ook zijn. Het gaat er niet om dat je of de een of de ander doet. Het gaat erom, en ik had dat op een gegeven moment, vond ik zelf al goed opgeschreven. Van, het gaat er niet om dat de keuze zwart-wit is. Dat je voor één van beide kanten moet kiezen. Of één van beide keuzes. Maar het is vooral het hoe. In plaats van dan een gebakje eten. En ze zegt ook, ik eet dat vaak ook heel onbewust met weinig aandacht. Ik geniet er niet eens van. In plaats van dus dat gebakje te eten, kun je ook denken, oké, er is een behoefte aan iets lekkers. Ik heb er gewoon zin in. Maar dus ook een behoefte aan een fit en gezond leven en een gezonde levensstijl. Dus hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik voorzien allebei de behoeften? En in dit geval, want ik zal je vertellen, toen wij over gebakjes zaten te praten, dacht ik, ik zag in één keer, ik heb een laatste coaching vandaag is afgezegd, was ziek. En toen dacht ik, oh, ik kan even naar het winkelcentrum rijden en dan haal ik zo'n lekker, zo'n hazelnootgebakje, zo'n heel knapperig gebakje. En ik ga het lekker halen, ik ga het lekker eten, een kopje thee erbij en dan ga ik dan wel weer aan het werk. Maar toen dacht ik, oh ja, doordat we het over gebak hebben, gebeurt het bij mij ook, dus ook mijn innerlijke, zoete kou, die werd geactiveerd, om het zo te zeggen. Dus ik dacht bij mezelf ook van, oké, blijkbaar heb ik dus wel behoefte aan een momentje even zitten. Er even van genieten dat ik nou even wat meer tijd heb. Maar ik heb ook behoefte aan iets lekkers, ik heb er gewoon zin in. En dan ga ik denken, heb ik dan te weinig geluncht of wat dan ook. Dus ik ging voor mezelf kijken van, wat is eigenlijk de reden waarom ik dat wil? En toen dacht ik, nee, ik vind het gewoon een lekker bewustzijnsmomentje. Gewoon even een kopje thee, even zitten. Even mezelf dat trakteren. Ik denk, nou, dat vind ik een goede reden. Maar om nou een heel gebakje te nemen. En toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik heb van die blokjes fudge gekregen van mijn dochter. En ik dacht, nou, als ik die nou doormidden snij. Want het zijn best wel grote blokjes, om het zo te zeggen. Als ik die doormidden snij en een kopje thee zet en even gewoon lekker ga zitten. Even een momentje voor mezelf. Dan voorzie ik eigenlijk in beide behoeften. En dat is dat ik graag gezond wil leven. Nou, ik moet ook zeggen, ik leef ook heel erg gezond en heel bewust. Maar het is natuurlijk ook niet zomaar gekomen. Hè? Dat is ook een bewustzijnsproces geweest. Want ik was echt een enorme snoepkont, om het zo te zeggen. En ik dacht, ja, dan voorzie ik in beide behoeften. Want blijkbaar heb ik zin in dat momentje voor mezelf. Maar ik neem dan zo'n halfje van een fudge. En dan ga ik ook lekker voor zitten. En dan ga ik met aandacht eten. Dus essentie van dit verhaal is eigenlijk dat heel veel dingen helemaal niet zo zwart-wit zijn. Het is niet vaak zo, ik kies of voor gezond of ik kies voor slecht. Nee. Stel jezelf de vraag, in het geval van eten, wat is de reden waarom ik nu wil eten? En dat legt behoefte bloot. En ga dan kijken, hoe kun je allebei de behoeften, of meerdere behoeften, hoe kun je daarin voorzien? En op welke manier ga je dat doen? Als het verveling is, dan nou, misschien helpt het wel om de auto te pakken en op pad te gaan. En als het echt is wat ik voelde, dat momentje van even lekker zitten. En ik had ook nog zoiets van, ja, dan ga ik er even uit. En toen dacht ik, oké, wat ik dus ga doen. Ik ga zo meteen even een kopje thee zetten. Ik ga die fudge nemen. En dan ga ik vanavond samen met Aaron gaan we gewoon een stuk wandelen. Want blijkbaar heb ik ook een behoefte om er even uit te gaan. Dus ik heb even een momentje voor mezelf. En daarna ga ik weer aan het werk. Dus zo kun je je afstemmen eigenlijk op verschillende behoeften die je hebt. Ik hoop dat je hier wat aan had. Dat je hier wat mee kunt. En nou, mocht je nou denken, levensplan, waar heeft het in godsnaam over? Nou, ik ben dus bezig met een groepje om een levensplan op te stellen. Dat is, ik zeg het, het is geen project, het is een proces. Dat betekent eigenlijk dat je je allerbelangrijkste persoonlijke waarden in beeld brengt. En dat je daar ook echt betekenis aan geeft, zoals bijvoorbeeld in dit geval gezondheid. En dat je op basis daarvan ook gaat kijken, hoe ziet het eruit als ik in mijn leven ga leven conform die belangrijke persoonlijke waarden? Hoe ziet mijn leven er nu uit? Waar besteed ik mijn tijd, mijn geld en mijn energie aan? En wat zijn dingen die ik eigenlijk niet meer wil doen of minder wil doen of anders wil organiseren? En welke dingen zou ik in mijn leven veel meer willen doen? Of wat mag veel meer ruimte en tijd krijgen in mijn leven? Zoals bijvoorbeeld belangrijke mensen of misschien wil je wel meer vrijheid of wat dan ook. En dit levensplan helpt je eigenlijk door het proces om ermee bezig te zijn om je bewust te worden van wiens leven leid je eigenlijk. Is dat, doe je vooral dingen wat andere mensen van je verwachten? Doe je maar wat? Heel veel mensen doen maar wat. Ik herken dat wel van iets van 10 jaar geleden. Doe maar wat. Gewoon een riedeltje wat je doet.
ja, wat is gewoon belangrijk voor jou en wat zit daar ook achter? Waarom doe je wat je doet? En wat voor andere behoeften zitten daarachter? Of wat voor innerlijke stemmetjes liggen daaraan in de grondslag? Bijvoorbeeld schuldgevoel of perfectionisme of wat dan ook. En het doel van zo'n levensplan is eigenlijk om inzicht te krijgen en om te reflecteren. Om te kijken, je leeft het leven maar één keer. Waar besteed ik mijn tijd aan? En waar verspil ik eigenlijk tijd? En hoe ga ik dat ombuigen? Hoe ga ik meer ruimte creëren? Wat gaat er dan weg uit mijn leven? En hoe zorg ik ervoor dat de dingen die voor mij echt heel belangrijk zijn, ook echt verankerd raken? Zoals wat ik vaak zie bij mensen is dat ze heel druk zijn met werk en allerlei dingen die moeten regelen. Boodschappen, huishouden, sociaal leven, in de ouderraad zitten of wat dan ook. En dat ze zeggen, vaak blijven de restjes van mij, mijn energie en mijn leven en mijn tijd over voor de mensen die echt belangrijk voor me zijn. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar dat is wel zoals het in de praktijk werkt. Dus dat levensplan helpt je om dat eigenlijk om te gooien, om het even zo te zeggen. Maar wel op een manier die natuurlijk voelt. Omdat er anders heel veel weerstand in jezelf eigenlijk optreedt. Even kijken of ik zo de essentie heb gezegd. Ik denk het wel. Mocht jij zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel graag aansluiten bij de volgende groep waarmee ik het levensplan ga maken, dan stuur me even een appje of een mailtje. Dan zet ik je even op de wachtlijst en op het moment dat er weer plek vrijkomt, dan krijg je van mij een mailtje en dan leg ik helemaal uit hoe het werkt en hoe het zit en wat je kunt verwachten, hoe het eruit ziet. En dan kun je op dat moment bepalen of je mee wilt doen of niet. Dankjewel weer voor het kijken. Mocht je hier iets aan hebben, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je even een like doet. En nog leuker zou ik het vinden als je abonneert op mijn kanaal. Nou, en dan zou ik zeggen, hele fijne dag en tot de volgende keer.